Hallo allemaal, mijn naam is Hidi en in dit filmpje ga ik jullie een verhaal vertellen over varkentje Bas die zijn knuffel is kwijtgeraakt. Dit filmpje is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar. Luisteren jullie met me mee? Varkentje Bas is zijn knuffel kwijt. Varkentje Bas is heel verdrietig. Hij is zijn knuffel kwijt. Samen met mama heeft hij al overal gezocht, maar nergens kan hij hem vinden. Knuffel is niet zomaar een knuffel. Knuffel is de liefste en de zachtste knuffel van de hele wereld. Zonder knuffel kan varkentje Bas echt niet slapen. En nu is het al bedtijd. Ik wil knuffel, huilt varkentje Bas. Ze hebben overal gezocht. In de badkamer, terwijl varkentje Bas aan het douchen was. Onder zijn bed en zelfs in de wasmachine. Maar waar ze ook zoeken, knuffel is nergens te vinden. Ik snap er niets van, zegt mama. Vanmorgen zat hij gewoon in je schooltas en vanmiddag lag hij nog op de bank. Had je knuffel bij je toen we boodschappen gingen doen? Ja, zegt varkentje Bas. Knuffel wilde mee, want hij had honger. Misschien is knuffel wel bij de kaasboer blijven liggen, zegt mama. Varkentje Bas denkt diep na en schudt dan zijn hoofd. Nee, want knuffel wilde mee naar de slager voor een plakje worst. Zou knuffel dan bij de slager zijn blijven liggen, vraagt mama. Varkentje Bas denkt weer diep na en schudt weer zijn hoofd. Nee, want knuffel wilde mee naar de groenteboer voor een stukje appel. Aha, zegt mama en ze steekt een vinger in de lucht. Dan is hij vast daar blijven liggen. Varkentje Bas denkt weer heel diep na en schudt opnieuw zijn hoofd. Nee, want knuffel wilde mee naar de bakker, voor een taartje. Nou, dan zal hij nu wel geen honger meer hebben, lacht mama. Maar varkentje Bas kan niet lachen. Hij blijft verdrietig. Morgen zal ik bij bakker Bever gaan kijken, belooft mama. Maar nu is het echt bedtijd. Met zachte snikken kruipt varkentje Bas in bed. Hij wil niet slapen. Hij wil knuffel. Ik heb een plan, zegt mama. En terwijl ze varkentje Bas onderstopt, zodra we knuffel hebben gevonden, geven we hem een vast plekje. Niet meer mee naar school en niet meer mee boodschappen doen. Knuffel wordt gewoon thuis in bed. Dat is een goed plannetje, mam. Maar hoe moet ik nu gaan slapen? Vraagt hij Sip. Dan gaat plotseling de deurbel. Mama doet open. En bakker Bever staat voor de deur. Hallo, ik kom een ondeugende knuffel thuis brengen, zegt hij. Uit een lege zak met meel haalt hij knuffel tevoorschijn. Varkentje Bas klimt gauw uit zijn bed en rent op de knuffel af. O, knuffel, daar ben je, roept varkentje Bas. Snel kruipt hij met knuffel weer in bed. Hij heeft alle taartjes opgegeten, lacht bakker Bever vrolijk. Dan heeft hij inderdaad geen honger meer, Bas, zegt mama. Dank u wel dat u hem thuis heeft gebracht, bakker Bever. Graag gedaan, mevrouw. Weltrusten, varkentje Bas. Weltrusten, knuffel. Weltrusten, mompelt varkentje Bas vanuit zijn bed. Hij houdt zijn knuffel stevig vast en zijn oogjes vallen dicht. Weltrusten, varkentje Bas. Daar ben ik weer. Gelukkig heeft varkentje Bas zijn knuffel weer teruggevonden en kon hij lekker gaan slapen. Zijn jullie zelf je knuffel ook wel eens kwijt geweest? Waar leggen jullie je knuffel altijd neer? Misschien is het goed om deze ook net als varkentje Bas op een veilige plek neer te leggen, dat je hem nooit meer kwijt kunt raken. Ik bedank jullie voor het kijken van het filmpje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en als je nog vragen of opmerkingen hebt, laat het ons weten. Als je meer filmpjes wil zien, abonneer je dan op ons kanaal en duimpjes omhoog. We zien jullie graag de volgende keer weer. Tot dan!